de GameOzie, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Vandaag gaan we weer een keertje een challenge doen. Het is al een tijdje geleden dat ik een challenge heb gedaan, maar vandaag doen we echt een ziek moeilijke challenge. Maar wat misschien wel te doen is, want we doen namelijk een spreuken challenge. Ik ga proberen met alleen maar spreuken te winnen. En je hebt 3 spreuken wat eigenlijk ook troepen zijn. Namelijk de graveyard, daar komen natuurlijk skeletten uit. Je hebt de barbariton, dat is wel een redelijk nieuwe kaart. Volgens mij heb ik al ooit eerder een spreuken challenge gedaan, maar toen was de barbariton er nog niet. En dat is wel iets wat heel erg kan gaan helpen, want dan zet je die barbariton in en daarna een kerkhof of bijvoorbeeld zo'n goblinton. En dan zou dat goed kunnen werken met misschien nog gift erbij, maar daar gaan we wel achter komen. Maar als jullie zin hebben in deze challenge, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. Mocht je zelf een goed idee hebben voor een volgende challenge, laat hem ook beneden achter in de comments. En check natuurlijk ook Bowser Army kleding, link staat in de beschrijving. Maar genoeg geluld, laten we maar gewoon lekker beginnen. Dan doe ik 10 edelstenen inleggen en dan doen we een klassieke uitdaging. Want als ik dit zeg maar gewoon doe met 5000 trofeeën, dan weet ik zeker dat ik ga verliezen. In een klassieke uitdaging weet ik ook bijna zeker dat ik ga verliezen, maar dan maak ik toch nog een klein kansje. Ik begin dan gewoon lekker met de goblinton. En de enige manier hoe ik trouwens kan verdedigen is dus door raket, pijlen, een zap in te zetten. Dat soort troepen. Hij heeft dus pijlen, mijn tegenstander. Weet je wat? Ik pomp gewoon een raket op zijn toren. Ja, dan doe ik in ieder geval wat damage. Want anders kon ik ook niet zo heel veel doen. Dan ben ik benieuwd wat hij nu gaat doen. Oké, dit is wel een beetje van top. Ik kan hier gewoon een kerkhof neerzetten. Ik denk dat dat het beste is. Dan zet ik hier ondertussen een zap neer. Ik denk dat de kerkhof het beste is om dit nu te verdedigen. Ja, inderdaad. Dan kan ik daar de bol ook een beetje verdedigen. Het enige fucked up is dat ik die Valkyrie echt bijna niet kan verdedigen. Misschien moet ik toch nog een vuurbal doen in mijn deck of zo. Ik zal hier even een barbariton neerzetten. En dan zal ik hier even gif neerzetten. Om daar in ieder geval te verdedigen. En dan hoop ik dat mijn barbaar nog wat hits kan doen. Ja, niet echt heel veel. Al die pijlen, shit, die waren net te vroeg ingezet. Ja, dan hit ik maar eentje. Ah, mijn toren was toch al neer. Oké, ik heb wel wat damage gedaan, maar dit gaat echt ziekelijk lastig worden om dit te winnen. Dat wordt echt heel moeilijk. Ik moet eigenlijk wachten tot dubbel elixir. En dan moet ik in één keer barbariton, goblinton en dan ook nog die graveyard inzetten. En dan allemaal achter elkaar en dan proberen zo snel mogelijk bevriezen erbij neer te zetten. Dat is eigenlijk de enige kans voor mij om daar de boel een beetje te verdedigen. Ik zal hier weer even kerkhof neerzetten. En dan zet ik hier, wat zou ik verder doen? Ik doe ook nog een goblinton. Weet je, dan zet ik nu daar even die troepen neer. Die pijlen zijn wel een beetje fucked up. Dit is alsnog wel voldoende om daar verder te verdedigen. Heeft hij toch wel redelijk wat damage kunnen doen. Maar het begint ondertussen een beetje dubbel elixir te worden. Bijna nog 14 seconden. Dus ik ga er nu voor zorgen dat ik zo meteen alle troepen gereed heb staan. Dus ik pomp mijn raket nu even op storen. Dan zet ik zo meteen hier gif neer. Ja, die zet ik nu hier neer. Dan kan ik er eventueel ook een zap mee neerzetten. Doe ik hier ook een zap. Hoppatee. En dan is die tovenaar in ieder geval dood zometeen. Die kan dan 1 hit doen. Maar dan kan ik nu zometeen mijn barbariton in doen. En dan meteen graveyard erbij neerzetten. En bevriezen. Oh, ik zet hier nu trouwens wel kerkhof neer. Anders wordt het sowieso niks. Ik zal hier barbariton en die goblinton. En dan hier gift nog bij neerzetten. Om daar extra te verdedigen. Ik had beter bevriezen neer kunnen zetten. Maar ik kan misschien zo meteen met de raket wel zijn toren neerhalen. Dat zou misschien kunnen. Hoeveel damage doe je? 402. Ja, ik kan het wel. Ja, met pijlen zo meteen gaat het wel lukken. Hoeveel HP houdt hij nog over? Kan ik dat met een zap al doen? Nee, met een zap gaat dat net niet lukken. Ik zal hier even een kerkhof neerzetten. En dan doe ik hier ook bevriezen. Bevriezen erbij. En ik zal hier even pijlen neerzetten. Dan heb ik daar ook meteen weer wat damage weten te voorkomen. En hier ook nog even gif. Dan heeft hij waarschijnlijk wel mijn 3 torens neer. Oké, nee, dit potje gaat hem niet meer worden. Ik heb wel 1 toren te pak gekregen. Maar dat ging met best wel veel moeite. Ik weet niet. Ik moet ergens toch een kaart zien te wisselen. Of misschien bliksem. Ik denk dat bliksem een hele goede kaart is. Het enige probleem is dat ik, ja, voor welke kaart moet ik hem dan inruilen? Ik zal eerst even mijn kronenkist openen. Kijken wat we hieruit gaan krijgen. We krijgen sneeuwbal, obstacle chill. Verder niet echt heel iets speciaals. Ja, ik ga sowieso bliksem gebruiken. Maar moet ik die dan inruilen voor een raket? Dat is de vraag. Of gif? Nou, die gif wil ik houden. Misschien dat ik die zap kan inruilen. Dan doe ik die zap voor een vuurbal. Of voor een tornado. Dat zou misschien ook wel kunnen. Is een tornado? Nou, ik denk dat ik aan een tornado niet extreem veel heb. Ik doe wel een vuurbal. Dan heb ik iets meer sterkere troepen. Dan heb ik mijn raket wel ingeruild. Of ik doe de vuurbal voor raket.
Ja, dat is misschien beter. Want ik moet natuurlijk wel veel damage kunnen doen. En een raket doet echt ziek veel damage. Dus dan doen we het op deze manier. En met zo'n bliksem kan je grote troepen best wel makkelijk verdedigen. Bijvoorbeeld hij zet een tovenaar en nog een mini-packer neer. Dan kan je dan met de bliksem bats in één keer verdedigen. En met de troepen die ik net allemaal had, dan zou dat niet zo makkelijk kunnen. Wat zou ik doen? Barbariton en Graveyard? Zou ik meteen in de aanval gaan? Oké, weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Gewoon proberen. Kijken wat eruit gaat komen. Hij zet daar nu wel een bul neer. Ik zal hier even bevriezen neerzetten. Bevriezen, bats. Dan hoop ik dat die bul daar neergaat. Dat ik in ieder geval mooi wat damage kan doen op zijn toren. Ja, ik kan nog best wel wat damage doen. Zometeen hier pijlen neerzetten. En dan heb ik gewoon alles daar ook verdedigd. Dan is die bul nog wel even. En hij gaat het net boosten. Dus dat is op zich wel goed voor mij. Zal ik hier even een goblin ton neerzetten? Die bul die laat ik maar even op mijn toren. Die kan er wel wat hits doen, maar dat is in principe niet heel erg. En dan kan ik hier zo nu zo meteen een barbariton inzetten. En dan zijn al die skeletten ook meteen dood. En dan kunnen we misschien met die barbaren nog wat even doen. What the fuck? Oké, het begin van dit potje gaat lekker. Hij verdedigt die barbaren verder niet. Dus dat betekent dat ik zo meteen aan 2 raketten genoeg heb. Ja, aan 2 raketten op zijn toren heb ik genoeg. Dus ik pomp zo meteen 1 raket op die rechte toren. En dan laat ik dat. Of heeft hij het al opgegeven? Lijkt me wel heel sterk dat hij het nu al heeft opgegeven. Ja, inderdaad. Nu al helemaal zet ik een raket neer. Omdat hij daar ook een heks neerzet. Dan is die heks meteen dood. Dat is chill. En dan heb ik zo meteen nog 1 raket nodig. En dan heb ik zijn toren daar te pakken. Of een bliksem. Nou, nee, dat is nog lang niet genoeg. Zometeen, ik ga gewoon sparen voor een raket. Dan hebben we gewoon 1 toren te pakken. Nu moet ik wel uitkijken. Ik zal even een kerkhof neerzetten als afleiding. En dan zal ik hier even gif neerzetten. Om daar in ieder geval alles te verdedigen. Als die reuskelet maar niet naar mijn toren gaat, dan gaat hij wel. Oh, shit. Ik zette die kerkhof nog zo in het midden neer. Met de hoop dat die reuskelet dan daar naartoe zou lopen. En nu heeft hij bijna mijn toren te pakken. Oh, shit. Dit is wel een beetje fucked up. Wat ga ik nu doen? Ja. Dit is wel een beetje lastig. Ik kan die goblinton inzetten op zijn linkertoren. Ik zal dat wel even doen. Dan zal ik hier even een barbarenton neerzetten. En dan zetten we hier nog even pijlen bij neer. Wat pijlen? Ja, echt heel veel nut had dat ook weer niet. Shit, het begon zo lekker dit potje. Maar nu gaat het opeens wel minder. Die barbaren, nou, dat maakt ook niet zoveel uit. Zal ik even een raket op zijn toren douwen? Weet je, zijn hoofdtoren is toch al geactiveerd. Dus dat maakt toch niet heel veel uit. Wat zou ik doen? Zou ik daar bliksem neerzetten? Is dat handig? Nu zet ik er wel bliksem neer. En dan zal ik hier ook meteen gif neerzetten. Dan is die bul in ieder geval dood. Dus dat scheelt in ieder geval iets. Zal ik hier even barbarenton inzetten? Dan leid ik daar de boel een beetje af. Zal ik hier meteen pijlen gooien? Pijlen, bad. Oh, dat was echt perfect. Perfect, perfect, perfect verdedigd dit. Beter verdedigde dan dit kon gewoon niet. Ik denk dat ik nu trouwens vooral moet aanvallen met Graveyard. En dan zo meteen Goblinton en dan hier bevriezen. Bevriezen, 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 bevriezen. Hoppatee. Oh shit, die elite barbaren, die blijven wel levend helaas. Ik zal er even gif neerzetten om daar in ieder geval die bul hopelijk neer te halen. Doe ik ook meteen al damage natuurlijk op storen. Even barbarenton erbij. En dan hebben we daar de boel makkelijk verdedigd. Kan hij misschien iets damage doen met die elite barbaren. Maar dat is niet heel erg. Maar dan gaan we dit gewoon winnen. Want ik kan nu een raket neerzetten. En dan kan ik zo meteen pijlen of een bliksem erbij neerzetten. Bliksem is genoeg, bliksem is genoeg. Bliksem is genoeg en dan hebben we gewonnen. Wat? Ziek, ziek, ziek dat het me is gelukt. Dit is echt niet normaal. Oké, dit deck werkte veel beter dan het vorige deck wat ik net had, zeg maar, het potje hiervoor. Oh, dit is wel heel lijp dat het me gewoon gelukt is om een potje te winnen met alleen spreuken. We gaan het nog 1 laatste keer proberen. Dan gaan we kijken of we zelfs meer potjes weten te winnen dan verliezen. Alleen moet ik nu wel tegen iemand die in een gouden divisie clan zit. Dus die is dan redelijk goed, ga ik vanuit. Maar wie weet, misschien gaat het me alsnog lukken. Ik ga gewoon lekker op de aanval meteen weer. Oké, nice. Hij zet die troepen daar aan de andere kant neer. Ik zal hier even bevriezen neerzetten. Bevriezen, bad, die bowler. Dat is wel chill. Oh shit, die tornado is alleen wel een beetje irritant. Dus dat is wel een beetje fucked up. Ik doe alsnog wel redelijk wat damage. Dus op zich kan ik er wel mee leven. Ik zal even pijlen inzetten. Die ijsgolem, dat kan me helemaal niks schelen. Die kan wel wat damage doen, maar is niet heel erg. En dan begin ik dit potje best wel weer redelijk. Ja, dan heb ik toch meer damage gedaan op zijn torens dan hij op mijne. Kunnen zo meteen even Goblin Ton inzetten. Maar ik ben een beetje benieuwd wat voor kaart hij nog meer heeft. Die bowler is wel heel irritant voor mij. Maar die kan ik met bevriezen nog redelijk verdedigen dan vervolgens. En die ijstovenaar, dat is ook wel redelijk veel. Ik zal hier even gif neerzetten. Dan kan ik daar die graveyard makkelijk verdedigen. En mijn Goblin Ton doet ook nog wel wat damage. En die graveyard van hem ook wel iets. Maar dat is in principe niet heel erg. Ik zal hier even barbariton neerzetten om wat extra te verdedigen. Dan kan die Electro Wizard net even een hitje minder doen.
Dat is wel chill. Het enige nadeel is dat ik nu mijn graveyard niet echt lekker meer kan inzetten. Weet je wat? Ik pomp even een raket op zijn toren. Want om daar nu gewoon een kerk op neer te zetten, dan zet hij daar een bolen neer en dan heeft hij dat ook verdedigd. En met een raket heb je altijd wel wat damage. Ik denk dat hij zo meteen een bolen erbij neer gaat zetten. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ik zal hier gewoon nu bliksem neerzetten in ieder geval. Boom, boom. Weer wat damage gedaan op zijn toren en die Inferno-draak is daarom zo goed als dood. Oeh, nice. Hij zette de bevriezer neer, maar dat deed hij net te laat. Oké, chill. En die bowler, wat zal ik daarmee doen? Ik zal eventjes wachten, dan zet ik mijn Goblinton neer. Als die ietsjes verder is gelopen. Ja, nu is die wel buiten bereik. Wat zal ik verder doen? Ik zal hier even gif neerzetten. En dan zet ik hier even een Barbariton neer. Om die bowler wat extra af te leiden. Wat zal ik nog verder doen? En dan die barbaar die gaat dan op die bolen vervolgens. Heb ik het redelijk goed verdedigd? Zal ik er even een raket neerzetten? Of was dat trouwens nodig? Nou, maakt in principe niet heel veel uit. Dan heb ik daar zijn toren te pakken. Zal ik hier even bliksem neerzetten? Boets, boets! Om daar ietsjes extra te verdedigen. En verder, zal ik nog verder iets doen? Oh shit, nu moet ik wel iets doen. Ik zet hier even een Goblinton neer. Oh shit, dit is wel een beetje verknopt. Ik zal er even gif neerzetten. Dan doet die bolen toch redelijk wat damage. Dat is wel een beetje zuur. Maar we gaan zo meteen aanval doen met Barbariton en een Kerkhof erbij. Oh, ik zal hier even Barbariton neerzetten. Dan laat ik maar even. Oh, dan kan die Electro Wizard uit 1 hit doen. Dat is wel een beetje van top. Maar we gaan nu even in de aanval hier. Ik zal hier... oh, shit. Shit, shit, shit. Ik zal hier gewoon bevriezen neerzetten. Bevriezen. Hoppatee. Goblinton. Dan gaan we even kijken of we daar wat damage kunnen doen. Nou, nee, niet echt. Ik zal... Oh, nee, die toren rechts, dan laat ik maar. Ga ik winnen? Oh, ja, hij is net te laat. Ik heb gewoon 2 keer achter elkaar gewonnen met deze challenge. Ziek, what the fuck, man. Dit is echt heel pro. What the fuck, oké. Voordat ik begon met deze challenge had ik nooit verwacht dat dit zou lukken. Maar dit is wel echt heel baas dat dit is gelukt. Om gewoon 2 potjes van de 3 te winnen met alleen maar spreuken. Dit is wel echt heel baas. Oh, maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als jullie deze challenge zelf willen doen en het is jullie gelukt, laat me even weten in de comments. Ik ben benieuwd of jullie het ook lukt. Maar dan heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Yeah!